Hier, ja, ik heb je gevonden, man, bro. Yes, dit is gewoon al de derde bloempot die ik heb doodgemaakt, besef dat. Yo, guys, Job hier, aka de YouTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Het is vandaag weer eens een keer tijd voor verstoppertje in Minecraft. Oftewel, hide and seek. Zoals jullie kunnen zien, ik ben een prachtig, mooi boekenkastje. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet van lezen hou. Maakt verder niet uit, ik ben een boekenkast en ik moet gaan proberen om niet gevonden te worden door de seekers die zometeen vrij gaan komen. En ik ga natuurlijk mijn best doen om dat voor elkaar te krijgen. Als allereerst heb ik natuurlijk twee keuzes die ik kan maken. Optie 1 is om mijzelf tussen andere boekenkasten te gaan verstoppen in de hoop dat de seekers mij niet gaan vinden. En optie 2 is om ze eigenlijk gewoon continu uit te dagen, maar elke keer net op tijd weg te komen. Nou ja, optie 2 spreekt mij toch wel het meest aan. En vandaar dat het mij een goed idee lijkt om gewoon hier boven op deze prachtig mooie boom te gaan chillen. Net zoals dit struikje hier doet. Geen idee. Hij heeft schijnbaar dezelfde tactiek als mij aangenomen. In ieder geval, like deze video alvast. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En we gaan eens even kijken. Ik heb trouwens geleerd dat je met deze emerald kun je jezelf geloof ik upgraden. Nu weet ik even niet exact hoe dat moet. Maar ik geloof dat ik bijvoorbeeld hiermee, als ik genoeg experience points heb. Nou, ik heb er momenteel helemaal geen. Dan kan ik mezelf daar bijvoorbeeld mee gaan exploderen. Maar ja, ik kan hier natuurlijk gaan zitten op deze boom. Maar het is natuurlijk veel leuker. Zou ik trouwens vanaf hier hierop kunnen komen? Nee, dat is me al niet gelukt. Maar ik vind het ook gewoon veel leuker om de seekers een beetje uit te dagen. Dus wat wij even gaan doen, is wij gaan eens even kijken waar de seekers zich bevinden. Er is er momenteel nog maar één. En dat is degene die jullie daar zien. En hij heeft mij keihard door. Dat is ook gewoon de enige seeker. Oh my god, wat zou het lullig zijn als dat nou precies de seeker is die mij momenteel gaat pakken. Nou, dat gaat uiteraard niet gebeuren. Want ik ga ervoor zorgen dat hij mij niet komt dwarsbomen. Even kijken. Er zijn al twee seekers. Dat betekent dat er al één iemand anders is doodgemaakt. Zit er iemand achter mij aan? Nee, er zit niemand achter mij aan. Oké, dan heb ik wel een leuk idee. Ik kan mezelf natuurlijk gaan camoufleren. Oh, wat de hel doet die boekenkast daar? Die boekenkast die gaat gewoon letterlijk in the middle of nowhere. Gewoon letterlijk in een soort van plantsoen. In een tuin gaat hij gewoon staan. Alsof het dan niet duidelijk is dat hij een player is. Ja, maakt verder niet uit. Ik bedoel, wat wij doen is natuurlijk ook niet even slim. Wij rennen letterlijk rondjes en wij gaan soms zelfs achter de seekers aan. Er zijn momenteel drie. Er zijn drie seekers en ik zelf ben nog steeds een hider. En ik ben ervan overtuigd dat ik dit potje als hider zijnde kan gaan winnen. Wat dus inhoudt dat ik op geen enkel moment door een seeker doodgemaakt mag worden. Wat ik dus nu eigenlijk doe, oftewel naar een seeker toe gaan, is een van de domste dingen die ik kan doen. Oké, kijk. Ik heb de eerste al achter me aan. Ik heb de eerste guy heb ik al achter me aan. Of niet soms. Ja, ik heb de eerste achter me aan. Oké, jongens en meisjes. De spanning die begint op te komen. Maakt verder niet uit. Wanneer mijn beeld rood wordt, is hij geloof ik echt te dichtbij. En dat is op dit moment geloof ik nog niet het geval. Hoppakeetje. Ik maak even een kleine afslag. Oh my god. Ik durf gewoon niet eens achter me te kijken. Besef dat. Op zich, als je gewoon geen fouten maakt. Jij blijft gewoon goed doorrennen. Dan kan er eigenlijk vrij weinig misgaan. Maar je moet altijd uitkijken dat je jezelf niet klem rent, zeg maar. Dat je bijvoorbeeld ergens tegenaan rent of zo. Ik geloof dat de seeker die nu achter mij aan zit. Is hij weg? Ik denk dat hij weg is. Hij heeft het opgegeven. Hij dacht, die stomme boekenkast die is veel te snel voor mij. Oeh, ik ben nu ben ik een nieuw level geworden. Ik ben level 2. Oké, jongens en meisjes, we doen het goed. Er zijn al 5 seekers op dit moment. Ik wil zeggen seekers. Nee, jongens en meisjes, ze zijn niet ziek. Maar ze zijn seekers. Dat betekent dat ze ons zoeken. Ik ben eigenlijk gewoon eens even aan het nadenken. Want ik neem aan dat iedereen die deze video op dit moment kijkt vroeger wel eens een keer verstoppertje heeft gespeeld. En dat is wel een leuke vraag misschien om tijdens deze video te stellen. Die jullie hier beneden in de comments kunnen beantwoorden. Wat is de allergekste verstopplek die jullie ooit hebben gebruikt als kind zijnde of misschien nog steeds tijdens het verstoppen? Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Laat het mij hier beneden weten in de comments. De gekste verstopplek die ik ooit heb gehad, dat was letterlijk in een boom. En een leuk verhaal is wel, ik kan nu gewoon een verhaal vertellen terwijl ik achterna word gezeten door moordzuchtige moordenaars. Dat is gewoon volkomen normaal om te gaan doen. En wat ik wou vertellen is dat ik uit die boom ooit ben gevallen. In die boom waarin ik dus verstopt zat. En dat was best wel heftig. Want ik bedoel, ik was dus verstopt in een boom. Omdat ik niet gevonden wou worden. En toen viel ik uit die boom. Toen had ik mijn... wat was het ook weer? Mijn enkelbanden had ik geloof ik verrekt. Oh shit. Ik weet niet eens of ik dit wel ga overleven op deze manier, jongens. Oh my god. Dit is zo spannend. Ik ben echt gewoon aan het proberen. Oeh, er zijn er echt heel veel. Er zijn er 9. Oké, dit is het moment waarop ik eigenlijk moet stoppen met rondjes rennen. En toch wel even moet gaan kijken of ik mezelf ergens tussen kan proppen. Waar ik niet al te veel opval. Oké, ik ga naar binnen, jongens. Het is alles of niets op dit moment. Het is alles of niets. Het is echt alles of... Oké, alles of niets tactiek. Mislukt. Alles of niets tactiek. Mislukt. Ik herhaal. Oh my god. Shit, het is een boekenkast die op de vlucht is, jongens. Hebben jullie dat ooit gezien? Je boy de YouTuber is een freaking boekenkast die op de vlucht is. Besef, er zijn gewoon 9 seekers die op dit moment aan het zoeken zijn.
naar mensen die verstopt zijn. Want elke andere player die is gewoon verstopt. En ik ben letterlijk de enige die als gewoon een grote retard nu nog steeds aan het rondrennen is. Dit is zo ongelooflijk gevaarlijk. Want... oeh, ik... ah, oké. Oké, deze zat er eigenlijk wel aan te komen. In het volgende potje ga ik een andere tactiek toepassen. En dan ga ik niet meer de hele tijd achter de seekers aan. Maar dan ga ik daadwerkelijk mijn best doen om niet gezien te worden. Maar het was wel leuk om weer eens een keer een potje te spelen op de DutchTuber manier. We kunnen natuurlijk alsnog weer... ik had bijna gewonnen. Als ik nog 15 seconden had overleefd, had ik gewonnen, jongens. Oh my god, dat is zo demotiverend eigenlijk als je er zo over nadenkt. Kijk dan, nog 10 seconden left. Dat betekent dat als ik dus ongeveer nog 20 seconden had overleefd en dus niet doodging, dat ik als heider zijnde gewoon had gewonnen. Jeetje, jongens, dan ben ik een mislukkeling in hide and seek. Dat is ongelooflijk. Ja, we gaan even terug naar de hub en dan gaan we door naar het volgende potje. Oké, jongens en meisjes, we mogen een blok uitkiezen wat wij gaan zijn. Wat valt nou echt heel erg op? We kunnen natuurlijk een flowerpot zijn, maar wat we ook kunnen zijn is een freaking beacon. We gaan een beacon zijn. Jongens, ik ben heel erg... we gaan zo erg opvallen als beacon zijnde. We gaan geloof ik ook echt in een map terechtkomen waar helemaal geen beacons zijn. En ook al zouden er beacons zijn, beacons staan natuurlijk nooit met meerdere hoeveelheden bij elkaar. Dus als je een beacon bent, heb je eigenlijk altijd al wel een beetje pech. Vandaar dat ik denk ik ook een van de weinige beacons... kijk, iedereen is ook gewoon een bloempot, omdat een bloempot natuurlijk heel klein is en je jezelf dan makkelijk kunt verstoppen. Maar ik ben een man. Ik ga mezelf als beacon alsnog gewoon ergens tussen proppen, I guess. I don't know what I'm doing, man. Ik ga gewoon even... oh, ik kan nu niet eens naar boven toe. Ja, ik kan mezelf natuurlijk gaan verstoppen, maar ik vind het altijd zo saai, jongens. Ik wil altijd een beetje de spanning en de sensatie wil ik een beetje hebben in hide and seek. Oh, de seekers die worden losgelaten nu, jongens. Wat de hel ben ik aan het doen? Oké, ik ga achter meneer de bloempot aan. Meneer de bloempot? Nee, wacht. Dit ziet er ook uit als een plek waar ik gewoon goed kan verstoppen. Ja, oké. Even kijken. Ik ga hier naar boven, jongens. Dat kan niet. Oké. Dat is niet zo nice. Misschien dat als ik mezelf... Oké, maakt niet uit. Wacht. Ik ga gewoon hier wachten. En wanneer ik een naam dichterbij zie komen, oftewel een seeker, dan probeer ik via de andere kant probeer ik te ontsnappen. Want ik merk... oh, er zijn nu al gewoon 2 seekers. Besef, er is nu al iemand dood. Komt iemand deze kant op? Nee, toch? Oké, er komt niemand naar mij toe. Oké, ik ga hier nu gewoon weg. Nee, ik ga gewoon... oeh, dom idee. Oh, shit. Oh, for fuck's sake. Oké, wat moet ik doen? Oh, nee, jongens. Dat was echt op het nippertje, geloof ik. Ik weet niet eens of ik het nog ga overleven. Maar deze map is ook zo raar, bro. Hoe de hel verstop je je in een map als dit? Dit is zo'n typische map waarbij je jezelf gewoon... Oké. Zo. Kan deze open? Ja. Oké, cool. Oké. Ik heb mezelf weten te redden. Ik ben super bang dat ik hier gezien ga worden. Oh, er komt iemand binnen. Nee. Oh, nee. Oh, hij heeft me keihard gezien. Oké, misschien is het zijn van een hider toch geen mogelijkheid voor mij. En moet ik toch maar... maar ik moet zeggen, het is wel leuk. Want nu zijn wij namelijk zometeen een seeker. En er zijn nog superveel hiders over. Dus ik ga gewoon eens even kijken hoeveel hiders ik nou te pakken zou kunnen nemen. Ik bedoel, 21 zijn er over. Dat is natuurlijk bizar veel. Ik ga er daar sowieso eentje van vinden. Met ingang van deze plek. Hier gaat sowieso iets verstopt zijn. Kom hier. Ik weet niet waar ze zitten. Wat de... oh, ik heb iets gevonden. Of... hè? Iets sloeg mij en ging direct gewoon weer... chalas. Ging gewoon direct weer weg. Maar I don't know what it was. Oké, we gaan even hier zo kijken. Even kijken, jongens. Dan moet... ik vind deze map vind ik ook zo raar. Ik kreeg het helemaal niet voor elkaar om hier lang in leven te blijven. Ook moet ik zeggen dat ik het wel leuk vind om als hider te spelen. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga het gewoon nog één keer proberen als hider zijnde. En dan ga ik mezelf... oh, hier kon je jezelf verstoppen, jongens. En hier ben ik helemaal niet geweest. Wacht, is hier misschien iemand verstopt hieronder? Dat is wel een goede plek namelijk. Nee, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga mezelf weer even als hider ergens... oeh, nee. Oh, ik heb een kill. Oké, wacht. De motivatie begint om omhoog te komen, jongens. We got this, oké? Er zijn nog 19 mensen over. We gaan sowieso iemand kunnen vinden. Dat moet wel. Ik bedoel, met 19 mensen in de game die zich verstopt hebben, moet ik daar sowieso eentje van kunnen vinden, right? Ik bedoel, dat moet kunnen. Hallo, mede, seeker, hoe gaat het met jou? Oké, we gaan even hier zo kijken. Is hier iemand achter of zo? Hier kun je jezelf namelijk wel lijpgoed verstoppen natuurlijk, hè? Ik zou mezelf als blokje eigenlijk hier wel tussen proberen te willen wurmen, maar dat kan geloof ik niet. Is hier iemand? Zo. Ik zie... ja, ik heb hem gevonden. Yes, ik heb hem, jongens en meisjes. Oeh, die guy was smerig. Als hij mij niet geslagen had, had ik niet eens gezien dat hij daar zat, hè. Dat was gewoon letterlijk de best verstopte bloempot ter wereld. Like, even serieus. Oké.
Wat gaan we doen, jongens? Ik heb er nu al 2 gepakt, maar er zijn er nog 16 over. Dus als wij een kans willen maken om te winnen, dan zullen we echt even moeten gaan opschieten. Ik zie iemand in de chat ook gewoon zeggen, hello. Zo, alsof die gevonden wilt worden of zo. Oké, hier is sowieso iemand, man, bro. Dat kan niet anders. Hier is sowieso iemand verstopt. Ik hoor een knal. Hier, ja, ik heb je gevonden, man, bro. Yes! Dit is gewoon nog de 3e bloempot die ik heb doodgemaakt. Besef dat. Op een of andere manier ben ik gewoon een bloempothunter deze video. Ik ben geen eens een normale hunter. Ik ben een freaking bloempothunter, oké? Onthoud dat goed, jongens. Onthoud goed mijn naam. DutchTuber, de bloempothunter. Oké, we gaan even hierboven kijken, man. Hier gaat er sowieso eentje verstopt zijn. Misschien denkt hij van niet, maar ik denk van wel. Die bloempotten die zitten namelijk op de moeilijkste plekken. Hey, ik zeg je wel eerlijk, misschien moet ik mezelf gewoon de volgende keer als een bloempot laten zijn. Want ik geloof dat je dan echt in het voordeel bent. Bijvoorbeeld als je jezelf hier zou verstoppen, is de kans... Hey, dit is één goede verstopplek. Kijk maar, als iemand naar boven komt, kun jij direct naar beneden springen. Dus eigenlijk is dit de beste verstopplek die je kunt hebben. Deze moeten jullie onthouden, geloof me. Daar ga je heel makkelijk weg kunnen komen wanneer een seeker je vindt. En het is nog eens een hele moeilijke plek voor een seeker om je überhaupt te vinden. Maar nee, jongens, inderdaad, wij dit niet meer gaan winnen, hoor. Ik heb overal wel gekeken voor mijn gevoel. Kun je hier niet naar binnen? Ik zie er ook gewoon letterlijk een hoofd in zitten. Oké, kom op. Oh, je kunt daar wel naar binnen, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Ben ik hier al geweest? Even kijken, hier is een boekenkast doodgemaakt. Misschien hierboven. Nee, we kunnen niet naar boven. Nou ja, jongens, ik heb het wel voor elkaar gekregen om een aantal bloempotten dood te maken. Kan ik trouwens hier zo kijken? Nee, ja, dat kan niet. Kan ik hier naar binnen überhaupt? Nee, kan ook niet. Jongens en meisjes, we failed. De hiders hebben gewonnen. Ik wil eigenlijk nog even 1 potje spelen. Ik wil nog 1 potje als hider spelen om te kijken of ik het in me heb om toch als hider te winnen. Let's get it. Oké, jongens en meisjes, wij gaan deze keer ook een bloempot zijn. Normaal gesproken ben ik niet zo van de bloempot tactiek. Ik vind hem iets te, ja, voor de hand liggend. Iedereen is natuurlijk altijd het kleinste object. Maar deze keer ga ik mijzelf er toch maar aan moeten geloven. DutchTuber, a.k.a. BloempotTuber, gaat eens even kijken of hij alle seekers om de tuin kan leiden. Een bloempot staat meestal in de tuin, dus misschien gaat dat wel lukken. Oeh, ik ben in een die ik nog niet eerder heb gezien. Oké, let's go. Ik ga eens even kijken. Wat gaan wij doen? Gaan wij echt even een super slimme verstopplek vinden? Wacht eens even. Even kijken. Kan ik misschien van een bepaalde kant naar buiten toe of niet? Want ik zit hier wel op echt een nare plek. Oeh, ik ben hier in een kelder. Oké, wacht. Hier kan ik mezelf wel heel goed verstoppen. Oké. Hey, dit is wel een lijpgoede plek. Want je moet je beseffen, als hier iemand komt, kun je kapot hard die kant op rennen. So I'm gonna wait over here. Het is misschien niet het meest sensationele wat je kunt zien. Nee, hey bro, jij moet even challenge, man. Ik wil even geen bloempot concurrentie hebben in de game. Je weet toch, deze keer moeten we wel even de enige bloempot zijn die er is. Ik zie dat er al 1 iemand is doodgemaakt. Oh shit, er is iemand in de buurt. Ik hoor allemaal nare geluiden. Dit is niet chill. Oké, ik ben echt super bang. Oh, dat is ijs. Oh nee. Oh, waarschijnlijk zit die seeker achter dat ijs aan, jongens. Zeg maar, wanneer je hart begint te kloppen in het spel, is er een seeker in de buurt. En, oh my god, jongens. Oh, ik zie daar ook weer een struikje voorbij komen. Oh, shit, man. Er zijn hier te veel blokken verstopt gewoon. Dit kan nooit goed gaan. Oké, maar zolang ik geen name tag zie, moet het goed zijn, right? Ik bedoel, oh, er komt nu wel een name tag naar beneden, geloof ik, of niet? Oh, er komt er nu wel eentje hier heel dichtbij. Er is er eentje in de kamer nu. Oeh, deze doet pijn. Rennen. Huh. Nee, waarom ren ik niet? Ja, maar ik ren ook niet. Waarom ren ik niet? Snel. Oké. Weg. Oké, er zijn hier... Oh, er zijn er zoveel binnen hier, jongens. Zeg alsjeblieft niet dat hij achter me zit. Kijk, hij zit niet achter me. Zo, hier. Oké. Dit is zo spannend. Er zijn al zoveel mensen dood gewoon. Oké, you are now hidden. Oh, er komt iemand aan. Oeh, shit. Ik heb hem om de tuin geleid. Ik heb hem vies hard om de tuin geleid. Oh. Nee. Oh my god. Oh, de spanning, though. Lemon berry. Niet doen. Ik ga moeten rennen, denk ik, of niet? Oh shit bro. Ik moet heel snel mezelf hier ergens gaan verstoppen, denk ik. Oké, is hij er? Oké, hij is er niet. Oké, snel. Snel. In de hoek hier. Oké, hij komt zo. Oké, hij komt eraan. Oké, snel. Ik moet gewoon
ervoor zorgen dat ik ergens achter... Dit is fucking terrifying, man. Holy shit. Nee, nee, hij komt terug. Oké, snel, kijk wat ik aan het doen ben. Ik probeer ervoor te zorgen dat hij niet bij me komt. Ik moet aan de... Kijk, let op. Oké, rustig. Snel. Rustig. Oh, nee. Is er iemand boven of niet? Oh, shit. Nee, Barry. Oh, nee. Nog een minuutje. Oké, nu weer naar beneden toe. Let's go. Oké, ik weet niet, heeft iemand me gezien? Nee, niemand heeft... Er is daar iemand. Oh, shit, for fuck's sake, man. Oh, er komt daar ook net iemand aan. Ja, nu ben ik de pineut. Nu ben ik dood. Oh, dat was spannend. Oh, deze ging lekker, jongens en meisjes. Ik ga nog even... Kan ik nog als... Nee, ik kan nog niet meer winnen als Seeker. Dan ga ik het hierbij laten. Jongens en meisjes, vonden jullie dit nou een leuke Hide and Seek video? En vinden jullie mij meer Hide and Seek op mijn YouTube kanaal zien doen? Doe dan even een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. Ik heb het geloof ik best wel goed aangepakt als hider deze keer. I don't know for sure, maar deze ronde ging best wel oké. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.